Je wilt nu je geüpdate Joomla versie die je in je lokale testomgeving hebt staan verhuizen naar je live website. Nou ik zou ook daar eerst gebruik maken van de testomgeving en eerst wat voorcontrole stappen doen. Want Joomla 3.3.6 of Joomla 3 kent een, een aantal systeemvereisten en die zie je hier staan. En ik zal onder deze video's een link naar deze pagina zetten. Maar deze optie PHP Magic Quotes GPC die moet Uitstaan. De aanbevolen PHP-versie voor Joomla 3 is 5.4 of hoger en de minimale versie is 5.3.10. Nou, wat zijn de ondersteunde databases? MySQL en dan uh, eigenlijk 5.1 of hoger. Je zou eventueel ook voor andere database-systemen gebruik kunnen maken, en hier zie je de Apache-versies die ondersteund worden. Hoe nou, kun je nou kijken of de webhoster waar je je website hebt staan, daaraan voldoet. Heel simpel, ga naar je huidige website toe. En je ziet hier mijn huidige Joomla basiswebsite. En ga naar website systeeminformatie. En je ziet hier de informatie uh, van mijn Joomla website. Nou, je ziet de PHP versie is 5.4.26. Nou minimaal was 5.3.10. Dus mijn PHP versie is oké. Okay. De database versie moet minimaal 5.1 zijn is 5.5 nou prima webserver moet minimaal apache 2 zijn is apache 2 dus perfect ik ga nog even naar de php instellingen en ik zoek hier even naar magic quotes en je ziet magic quotes staat uit dat betekent dus dat deze webhoster uh, helemaal geschikt is voor het draaien van Joomla 3.3.6 websites ik zou dus mijn lokale website kunnen verhuizen naar mijn live site. Ik zou dus bij de webhoster mijn database leeg kunnen gooien en ik zou alle bestanden en mappen kunnen verwijderen en ik zou vervolgens uh, een backup van mijn lokale website kunnen maken, het backup bestand uploaden en dan de backup installeren hier bij mijn hoster en dan is mijn website ook online helemaal up-to-date. Nou, Wat misschien nog wat veiliger is, is om met FTP een verbinding te maken met uh, de bestanden en mappen van mijn website en daar even een map aan te maken met de naam test bijvoorbeeld en daar plaats ik dan mijn backup-bestand in van, de, van mijn lokale website. En bij mijn hoogste maak ik even een nieuwe, uh, nieuwe database aan. En ik ga dan eerst mijn geüpgraded website testen in de map Test. Dus mijn normale website blijft gewoon staan, maar ga ik naar joomlabasis.nl/slash test? Dan kan ik dus kijken of daar uh, ja, de geüpgraded versie ook goed werkt. Werkt dat goed? Dan kan ik alsnog besluiten om mijn live website te vervangen. Voor mijn geüpgraded lokale Joomla website. Oké, okay, zo gezegd, zo gedaan. Ik heb dus een, uh, een backup gemaakt van de geüpgraded Joomla site uh, die ik lokaal heb staan. En hier zie je mijn Filezilla-scherm geopend, hè, mijn FTP-programma. En links zie je de bestanden en mappen op mijn PC. En ik heb hier de map uh, Administrator Components. Com Akiba Backup geopend. En hier zie je mijn backup bestand, mijn JPA-bestand staan. Aan de rechterkant zie je mijn uh, mappen en bestanden van mijn Joomla! basiswebsite. En ik zal hier even rest klikken en klikken op map aanmaken. En ik noem deze map even test en ik klik op oké. OK. En dan is de map test aangemaakt en ik zal deze map test even openen. En dan upload ik dus de JPA bestand naar die map test. Op mijn Joomla Basis website. Ik rechtsklik dus en ik klik op Uploaden. En nu wordt mijn backup-bestand, mijn JPA-bestand geüpload naar dezelfde webserver als waar, als waar ook mijn live site Joomla Basis staat. Alleen dan in de submap Test. Ik heb mijn JPA-bestand geüpload en ik heb ook even het kickstart.php-bestand geüpload, welke ik nodig heb uh, ja, voor het installeren van mijn backup dadelijk. En ik kan nu naar mijn website toegaan. Dus ik ga nu naar joomlabasis.nl slash test slash kickstart.php Ik open dus rechtstreeks het kickstart.php bestand in de map test van joomlabasis.nl Nou, ik uh, druk op escape en dan uh, klik ik op start om het uh, JPA bestand te pakken en nu wordt het JPA-bestand dus op de webserver uitgepakt. En als dat uh, geregeld is, dan kan ik dadelijk beginnen met het uh, installeren van de geüpgraded Joomla-versie van mijn Joomla-basiswebsite. Trouwens, al deze stappen kun je ook zien uh, op mijn website. Als je even zoekt op uh, Backup of Joomla Backup, dan vind je al deze stappen ook. Nou, het uitpakken is uh, gelukt. Ik klik op Run the Installer. En dan checkt eh, Akiba eerst of eh, de webserver voldoet aan de vereisten. Nou, je ziet hier alles op groen staan bij de vereiste instellingen. Hier zie je aanbevolen instellingen. Daar staat bijna alles op groen, dus dat is prima. En dat betekent dat ik op volgende kan klikken. Hier kan ik dus de database type en de database server host nemen, gebruikersnaam, wachtwoord en de database naam opgeven. En dit zijn dus de gegevens van mijn webhoster. Ik heb bij mijn webhoster een nieuwe database aangemaakt. En ik vul dus de gegevens van die database in. Met bestaande tabellen, nou, het is een nieuwe database, dus of ik op drop of op backup uh, klik maakt niet veel uit. Ik laat hem op drop staan. Als ik dadelijk de gegevens heb ingevuld, dan kan ik op volgende klikken. En dan kom ik in het volgende scherm. Ik heb de gegevens ingevuld en nu volgt dus het database herstel. En even later komt de melding dat het herstel succesvol was en kan ik naar de volgende stap gaan. En dan kom je hier dus uit. Nou, hier wijzig ik verder niks aan het scherm. Het enige wat ik aanzet is dit. Override, temp en logpaden. Ik klik op volgende. En dan moet de installation map verwijderd worden. Nou, ik klik op die rode knop. En daarna kan ik de frontend van mijn website bezoeken. En hier zie je dus de website joomla.basis.nl slash test slash index.php Dus de homepagina van mijn joomla -basis website en dan wel specifiek. De 3.3.6 versie van mijn Joomla Basis website. En als ik hier op de administratorpagina inlog, dus via joomlabasis.nl/slash test administrator, dan kan ik ook inloggen en je ziet alles werkt perfect. Ook op de server van mijn webhost. Dat betekent dus dat ik mijn. Oude Joomla Basis website kan verwijderen en kan vervangen voor deze 3.3.6 website. Dat doe ik als volgt: ik ga aan de rechterkant van mijn FileZilla scherm weer uit de map test, zodat ik dus weer in de hoofdmap van Joomla Basis.nl kom en ik ga daar alles verwijderen wat er staat. Nou, er zijn een aantal mappen die wel bewaard moeten blijven, maar ik druk even op Ctrl A. En ik ga even de mappen die bewaard moeten blijven even niet selecteren. Maar voor de rest selecteer ik allemaal wel. En ik verwijder ze allemaal. En nu wordt dus alles leeggehaald hier uh, van Joomla basis. En dadelijk ga ik mijn JPA bestand opnieuw uploaden. Maar dan in de hoofdmap van mijn Joomla basis website. En dan ga ik gewoon de backup installeren meteen in de hoofdmap. En dan is mijn Joomla basiswebsite dus geüpdated naar de meest recente Joomla-versie. Ik heb inmiddels mijn hele website van Joomla basis weggehaald. En ik heb mijn backup bestand van mijn lokale geüpgrade versie neergezet. Het JPA bestand en kickstart.php. En ik zal je laten zien dat mijn Joomla basis.nl website echt weg is. Als ik naar joomla basis.nl ga dan zie je dit. Ik ga nu dus mijn backup op Joomlabasis.nl installeren en ik open hiervoor het kickstart.php bestand dus ik ga naar Joomlabasis.nl/ kickstart.php en dan ga ik de installatie voltooien. Ik zorg dat kickstart eerst het jpa bestand uitpakt en wanneer dat gebeurd is kan ik met de installatie beginnen door op run the installer te klikken. Nou, bij de pre installatiecontrole zag ik net al bij de testversie van de uh, het terugzetten dat alles goed staat. Dus ik kan naar volgende gaan. Ik kan hier de databasegevens invullen. En dat zal ik even doen. Met bestaande databasetabellen kies ik voor drop. Ik wil de bestaande database tabellen verwijderen. Ik klik op volgende. En dan wordt mijn database hersteld. Als het goed is. En even later zie je de melding dat het inderdaad gelukt is. Ik ga naar de volgende stap. Ik zet dit vinkje aan. override temp en logpaden. Ik klik op volgende. En dan klik ik op verwijderde installatiemap. En dan kan ik de frontend van mijn website bezoeken. En nu is ook de echte Joomla basis.nl website geupgraded naar Joomla 3.3.6. En je ziet de website wordt weer keurig geladen. En uh, alles doet het gewoon. Dus mocht jij nu naar mijn website toe gaan, naar Joomla basis.nl, dan zie je dus de 3.3.6 versie. Ik kan voor de aardigheid nog even... Inloggen in de website en je ziet: het inlogscherm is nu inderdaad Joomla 3.3.6 en ook de hele beheeromgeving. En daarmee heb ik dus mijn website succesvol kunnen updaten.